Op deze stek ga ik de komende 3 dagen elke dag een uurtje of 4 vissen. Het kanaal. Mijn geheim zit hem in de ingrediënten van het lokvoer. En die kleur, die is bedoeld om dressuur te doorbreken. Want er worden hier nogal wat wedstrijden gevist. Ik hoop dat het goed werkt. Ik voer een meter of 10 uit de kant. In dit patroon. 5 balletjes gaan er maar in. Aangevuld met drijvende brokjes. 1 hengel wordt beaast met een 8 mm pop-up aan een her. Met daarboven 3 drijvende kattenbrokken. De truc van deze aasaanbieding zit hem in de kattenbrokjes. Die zich langzaam volzuigen met water en steeds zwaarder worden. Ik ga een klein beetje experimenteren met de afstand tussen het loodje op de bodem en de lengte daarboven tot aan de haak. Op mijn andere hengel houd ik het simpel. Met 2 maden in de haakbocht, haakje 10, en 2 maïskorrels aan de her. Mijn rechterhengel komt aan de rand van mijn voerplek en daar gebruik ik de method. Mijn linkerhengel met de maden en mais vis ik met een voerkorfje, ongeveer een meter verder dan mijn voerplaats. Ik heb daar 1 cupje met mais gevoerd, verder niks. Ik zit nu precies 2 uur te vissen en het is een drama. Die top die staat geen seconde stil. Allemaal kleine vis of rivierkreefjes of wat het ook is. Misschien wel zwartbekgrondels. Nou, ik haak ze niet, want dat is ook niet de bedoeling. Maar ik word er gek van en verder krijg ik nergens beet van. Het is trouwens allemaal op mais met maden. Op de pop-up heb ik nog helemaal niks gezien. Nou, ik ga verder. Nog 2 uurtjes en dan zullen we zien of het nog wat geworden is. Na 2,5 uur eindelijk een fatsoenlijke aanbeet van deze mooie bruisem. Ach. 58 centimeter wou ik zeggen. Nou, hij mag snel terug. Gevangen op maïsmaden trouwens. Het is tijd om te stoppen. Mijn stek werd de hele dag gedomineerd door klein spul dat het vooral op mijn maïs voorzien had. Korrel voor korrel werden ze eraf gekloven. Nou, ik hoop dat het morgen beter gaat. Terug op de stek voor de 2e sessie. Binnen 2 minuten. Beet op allebei mijn hengels. Ja, dan begint het gemieter weer. Ik hoop dat die bruisem een beetje de ruimte krijgt vandaag. Het is 9:30. Ik zit 2 uurtjes te vissen. En het gaat weer net als gisteren. Mijn stek miechelt van de kleine vis. En verder gebeurt er helemaal niks. Bovendien is de wind stil. En wordt het nog warmer dan gisteren. Ik heb er weinig vertrouwen in. Kennelijk voor mijn beurt gesproken. Want ik verspeel net een bruisem. En hier is er nog een. Niet zo grote deze keer. Maar goed, ik ben lekker bezig. Ik ga hem terugzetten op een pop-up. Altijd leuk. Een mooie vis van opnieuw 58 centimeter. Lijkt wel een standaard maatje hier. Hij heeft er helemaal geen zin in. Nou, hoe dan ook. Een half uurtje geleden zat ik nog helemaal weg te schroeien. Zo warm was het. En inmiddels... waait het een beetje en die wind die brengt wat bewolking mee. Nou, misschien wordt het nog wat. Ik vis niet meer met maden, daar word ik echt gek van. Als mijn korfje de bodem raakt, dan duiken er gelijk 100 baasjes op. Dus op mijn andere hengel vis ik nu weer met mais. Kijken of dat beter lukt. Nou, de pop-up heeft zijn werk gedaan in ieder geval. Direct erachteraan, nog één op de pop-up. Ietsje kleiner deze. 51 centimeter. Nou, snel doorvissen. Daar hangt iets in de lucht. Nummer 4 is 53 centimeter. En hij komt binnen op mais. En nummer 5 hangt volgens mij nu aan mijn andere hengel. Dus ik moet er even vandoor. Hier is nummer 5. 51 centimeter. Hij heeft braaf op me gewacht. En is lekker aan mijn pop-upje blijven hangen. Dus dit is toch wel de derde op een pop-up. Werkt prima dus. Altijd leuk als een plannetje uitkomt. Ja, ik ga hem terugzetten. Ik ben wat langer blijven zitten dan de bedoeling was. Maar er is geen wonder meer gebeurd. Even een oplevingje toen het begon te waaien. Maar daarna is het weer rustig geworden. En toch mag ik niet klagen. Want gemiddeld 1 bruisen per uur is tegenwoordig op dit water helemaal zo slecht nog niet. Nou, morgen de laatste sessie. Dit is de laatste sessie op deze stek. Het is 5 uur 's middags, glashelder en nog steeds 26 graden. Geen ideale omstandigheden. En toch ga ik vandaag wat zwaarder voeren dan de vorige 2 dagen. Kijk wat er gebeurt. Op mijn rechterhengel is alles hetzelfde gebleven met de pop-up, maar links ga ik het anders doen. Ik heb de maden thuis gelaten en ik vis hier een kattenbrokje tussen 2 maïskorrels om een kleine spul weg te houden. Het is 8 uur en eindelijk een aanbeet van een brazel. 59 centimeter. Tot nu toe was het alleen maar... Hij heeft er niet veel zin in. Tot nu toe was het alleen maar gerommel van witvis op de pop-up en verder niks bijzonders. Heel stil vanavond. Ik ga hem terugzetten. Het is jammer dat het zo laat op gang gekomen is. Maar ja, het bewijst wel weer wat een taai water dit kan zijn. Echt lastig. Toch ga ik hiermee door met dit soort sessies. Alleen voorlopig niet. Eerst maar weer eens een tijdje gaan karperen. En voordat je het weet is het roofvisseizoen er weer. Dus het zal wel volgend jaar worden. Tot de volgende keer.